dat was voor mij de coureur. Volgens mij de beste. De sterkste mans die ik ooit gekend heb. Hiermee bewijzen dat hem kon winnen. En dat is historisch. En dat hem zeker driemaal sterker was als zijn tegenstrevers. Dat moet een hele goede kruier geweest hebben. Driemaal volle bief aan vertellen. Ja, wel, dat is een hele goede kruier geweest die aan het taart. En ik zou ook wel willen dat ik ze ver kon brengen. Op zijn 30ste vindt Eddy Plankaert het de hoogste tijd eindelijk zelf zijn kans te gaan. Hij stapt in 1988 over van de ploeg Post naar ADR. En dat was een wereld van verschil. Een wereld? Ja, je werd kopman. Kopman. En, alleen kopman. Alleen kopman. En met alle respect voor die andere renners, maar ik kwam van een wereldploeg naar een simpel ploegje, maar met kameraden. En enige kopman. Op weg naar de muur ontsnappen drie renners. Dus drie renners aan de leiding: Van der Poel, Anderson, Eddy Plankaert. Op 50 meter de rest van de kopgroep van daarnet. Schitterende inspanning van Eddy Plankaert ook. Van der Poel, op het tandrek. Onderschat Van der Poel niet. Hè. Was je nooit vanaf. Phil Anderson, 4 jaar mee samengereden. Ik ken er hem door en door. Michel, als je van een sterke mens wilt spreken... Hè, ik had veel macht. Klein geblokt manneke, de spurter heeft veel macht. Anderson, die had mij op. Manier van spreken. Maar Tessie, die was zo sterk. Zo'n atleet, zo'n kruier en snel na een zware koers. En op de muur hebben jullie 18 seconden. Ja, 18 seconden. Dus geen probleem, helemaal niet. De drie leiders zijn nog niet definitief weg. Op weg naar de Bosberg bedraagt het verschil nog een goede 12, 13 seconden hooguit. Kelly moet het alleen doen. Sean Kelly. Vieze patriot. Och, man lief. En Kelly met zijn truiken aan van wat was het, Kas of wat was het, zo heel achter truiken. Iedere keer als je kijkt, zie je Kelly. Ja, die mag er niet bij komen, dan ga je link worden. Nog 25, 30 meter bedraagt het verschil. Maar de achtervolgers komen niet terug. Anderson valt aan, enkel Plankaert kan volgen. En de andere twee gaan door. Van der Poel niet mee. Plankaert en Anderson wel. Die hebben opnieuw een 50, 60 meter. Wat een ommezwaai. Als je Van der Poel eraf rijdt op de Bosberg, dan weet je wel waarop dat gaat, denk ik. Kun je het volgen? Ja, hè? Van der Poel, superkleur. Crosser, steen, geen enkel probleem. Schiet eraf. Ik ben verrast dat ik er nog bij ben, ik zeg het eerlijk. Dat is niet onmogelijk voor dit tweetal om stand te houden. Het is niet ver meer. 13 kilometer. En dan ja, met twee naar hinder. En dan wist hij, heeft doorgereden. We hebben elkaar wat beloofd. Zoals normaal. Hoeveel? 1 miljoen. De winnaar betaalt. De winnaar betaalt. Anderson ook niet door. Dat is normaal. Dat zijn normale omstandigheden. Zo normaal of ik weet niet wat. Anderson rijdt. Maar Anderson rijdt door. Niet voor dat miljoen, hè. Niet voor dat miljoen, hè. Anderson rijdt door voor te winnen. Want Anderson denkt nog altijd, ik ga de plank kort nog af toe pakken. Als je een deal sluit, de winnaar betaalt, dan rij je in principe door. En dan demareer je niet meer. Ja, maar dat is gewaar. De vork zit anders aan de steel. Hè. Als je zegt, oké, we rijden door, dan gaan we elke kans. Hè. En de winnaar, de beste wint. De beste wint. En wat dat je dan doet, kun je hem afrijden, geen probleem. Hè. Want dat heeft hij geprobeerd. Hè. Demarage van Phil Anderson. Als Anderson demareerde, dan hadden we een as, de kaiju aan zijn asfalt. Hè. Alweer een demarage van Phil Anderson, de zoveelste. Ik moest spurten, hè. Mijn kont. Ik was zo'n spurtertje, mijn gat ging een beetje omhoog. En weer is Phil Anderson. Heeft Plankaert nog genoeg kracht om te reageren, ja. Tien keer was hij bijna weg, hè. Een kilometer of twee van de meet, hè. Met een motor. Ik was ook kwijt. Miljarden, man. Anderson moest ik in 10 meter schrijven. Ik was hem kwijt, ik was hem 5 meter kwijt. En hij zag natuurlijk aan Anderson. Zo reed hij.
Weer dat wil. Jammer. Perst er alles uit en zal in het spoor terugkeren van Phil Anderson. Phil Anderson raakt Eddy Plankaert niet kwijt. En dan doet hij jou nog een formidabel voorstel. Hè? Hij verhoogt zijn bod. 3 miljoen. Dat weet ik. Michel, als je Eddy Plankaert noemt en je hebt nog geen grote klassieker gewonnen, moet ik gewoon nadenken. En je zit een kilometer van de meet met Phil Anderson en je weet dat je de rapste bent, dan mogen ze je 100 miljoen geven. Phil Anderson zal dan toch van ver op kop beginnen. Het grote moment is nu aangebroken voor Eddy Plankaert. Mag zich ook voluit op gang trekken. Anderson gaat, Eddy Plankaert wordt naar het publiek gedreven, maar nee, heeft nog genoeg ruimte over. Zij aan zij nu de sterkste zal winnen en dat is Eddy Plankaert, de snelste zeker. Eddy Plankaert met lengtevoorsprong wint eindelijk de Ronde van Vlaanderen. En dan? Ah ja, dan is de licht. Wat denkt hij? Ja, en dan, eindelijk, want je bent zoveel jaar bloedrenner, eindelijk. Wat je al gemist hebt in je leven, eindelijk krijg je een keer wat ik eigenlijk verdien. Op je 30ste. Op je 30ste, alstublieft. Op je 30ste. En ik won, godverd, bij de jeugd won ik alles. Ik moest hem al 5 keer gewonnen in de Ronde van Vlaanderen. Ik ben aan het overdrijven, maar het is toch zo. Ik moest de Ronde van Vlaanderen al gewonnen hebben. 30 jaar Ronde van Vlaanderen winnen. Eindelijk. Ja, en al die mensen die zeiden, Eddy Plankaert 200 kilometer, maar de Ronde van Vlaanderen, dat is een stuk te ver. Ja, de mensen zeggen maar, ik weet gewoon wat ik kan en ik heb enorm veel tegenslag gehad in mijn carrière. Ik heb al veel wedstrijden gewonnen, maar nog weinig klassiekers. En ik heb er nu toch, als enig kopman van mijn ploeg, anti-MADR, heb ik toch er alles voor gedaan voor dit jaar een klassieker te winnen. Het is me nu toch eindelijk gelukt. De Ronde van Vlaanderen hoorde eigenlijk een beetje bij de Plankaert, vind ik. Bij mijn kunnen als kreur, dat moest er toch opstaan. Als dat er niet zo opgestaan hebben, dan zou ik toch mislukt hebben, denk ik. Ging jouw populariteit dan nog met een ruk de hoogte in? Ik was al, in Vlaanderen was ik graag gezien. Mm-hmm. Dat voelde gewoon bij de mensen waarom. Ik had een beetje een andere levensstijl. Ik was nogal. Iedereen gunde jou die zin. Ja, ik denk dat we het ook wel, ze wachten er ook te lang op. Dat was het ook. Eigenlijk heeft Plankaert een keer gewonnen. Dat was ook een beetje de mythe geworden. Ja, dames en heren, we zijn hier met ongeveer 5 à 10.000. Zeer brutaal geschat. En hier bij ons op het podium, Edwig van Hooijdonk. Edwig, ik had die eerst niet herkend, want nieuwe outfit van vandaag. Ja, vandaag de eerste grote koers in België en daar hebben ze iets speciaals gedaan voor ons en we hebben nieuwe tenues gekregen. Ga jij voor de eerste grote koers in België zelf ook iets speciaals proberen te doen? Ja, de conditie is omhoog aan het gaan nu en ik denk wel dat ik redelijk mee kan kunnen vandaag in de Ronde van Vlaanderen. Toch zegt Jan Raas, het wordt niks vandaag, we zullen zelfs niet één iemand in de top 20 hebben. Ja, dat gevoel had ik nou ook wel een beetje zo, van te ver zo van. Er was niemand echt super, hè? Die periode bij ons in de ploeg. En, dat dachten we ook allemaal wel, om eerlijk te zijn. Ja. Die periode was ook zo van Jan, het weg gaan met niks doen vandaag. Ze zijn geen kopman, ze zijn ook niet beschermd. Treedt een beetje tussendoor en dan zien we dat gestrand. Inderdaad, wij trekken op weg voor de Ronde van Vlaanderen. Uitkijken hier ook in de bochten. Het weer sloeg ook om. Jouw voordeel? Ja. Het is ook zo. Mijn mogelijkheden weer groter naar lang en ook kouder en steeds het weer weer. En bij veel anderen is het net andersom. Hè. Aan de voet van de muur heeft een kopgroep van 7 een minuut op het peloton. Plankaert speelt dat al geen rol van betekenis meer. Lauritsen springt daar. En het is Herman Frison die probeert de rest terug bij te brengen. 25 meter voorsprong voor Dagotto Lauritsen die even omkijkt. En die een kleine versnelling in tegenstelling tot Herman Frison, die een veel grotere versnelling maakt. Sergeant nu van Hooijdonk, Seurensen, Piper en Mathieu Hermans. We gaan zo dadelijk rechtsaf draaien. Voilà, dat doet daar. Dag Otto Lauritsen naar de muur toe. Dag Otto Lauritsen gaat in de Kloosterstraat. Wat doe jij? Ik had toen een heel goed beginnen die dag. En dat maakte toen mij absoluut geen indruk. Ik had zo het gevoel dat ik al toch gelijk stilvallen. Ik heb eigenlijk niks gedaan, ik ben gewoon mijn tempo gereden en
Ik heb toen de muur van Geersbergen op, ja, op 30% van mogelijkheden opgereden. Lauritsen en Van Hooijdonk hebben na de muur een kleine voorsprong. De achtervolgers naderen en er groepering is in de maak. Zit je dan al met die Bosberg in je achterhoofd? Want je hebt daar in de wintermaanden wat bijzonders gaan doen, hè? Dus de winter 88-89 ben ik echt specifiek gaan trainen op de muur Bosberg. Muur Bosberg. Dus jij en je broer? Ja. Ja. Dus 10 keer een helling. 1/3 van de helling reden we rustig en dan 2/3 van de helling was het vol een bak naar boven en dan terug recupereren terug naar de volgende helling en dan terug. En dan had je ook de precieze afmetingen in je hoofd. Als ik daar ga, aan die paal... Ja, dus dat doe ik ook wel de benen hebben natuurlijk. Hè. Maar dat was... Ik zit nog altijd staan. Ieder jaar kom ik nog wel eens, of 2 keer per jaar kom ik nog altijd wel in de Bosbergen. Dan zie ik al nog die paal staan. Zo. En dat is dan echt zo... Op 2/3 van de top, daar demareren en dan, ja, en dan vol een bak naar boven. Hè. Van Hooijdonk is weg, Lauritsen kan niet aanklampen en de rest heeft het moeilijk. 20, 30 meter voor Edwig van Hooijdonk. Mijn bedoeling was gewoon voor 2/3 van de top van de Bosberg te demareren en dan alleen in Meerbeken aan te komen. En de anderen kunnen niet goed mee, hier ook niet. Hermans en Seurensen en Piper en Frison en Sergeant, die hebben het moeilijk op die kasseistouw. Stenen hier, 50 meter voorsprong voor Edwig van Hooijdonk die even omkijkt. Je hebt 15 seconden bovenop de top. Raar of zelden wordt iemand die die voorsprong heeft teruggenomen. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat je op een Bosberg wegrijdt van een kopgroep, dan ben je gewoon de beste. De beste weg is na 260 kilometer. Dat heb ik nooit meer dichtgereden, hè. Is dat op die hallebaan? Ja, dat kun je niet beschrijven. Dat is de trenden ver, de lijfden ver. Dat doet het eigenlijk allemaal ver. Hè. Vanaf je nou, 7 jaar tot dat je prof wordt. Hè. Dat zijn de mooiste herinneringen. Hè. En dat besef je daar al, in die laatste 100 meters? Ja, dat besef je wel van... Ik kon hier als toen 22 jaar rond naar Vlaanderen winnen. Dat is uitzonderlijk. Hè. Ja. Je komt dan over de streep en iedereen stormt op je af. Hou je daarvan? Nee, dat is niet... Nee. Ja, dat wordt erbij. Dat is allemaal hectisch. Hè. Dat is de verzorger erbij en het gezicht afkussen en dan een petje op van de sponsor. En dat is allemaal hectisch. Hè. Dat was pas een echte spontane huilbui, hè? Ja, dat was... Ja. Het was heel emotioneel, hè? Ja. Ja. Ik ben al redelijk onder emotionele kans, hè, maar nou, voor te zeggen van ik kon hier eens een kwartier op het podium stond te wenen, dat nee. En ik zat ook tegen me, stop ermee. En dat ging me niet, hè. Dat was echt zo, je had het volk staan beneden en al die camera's en dan, ja, dan begin je echt nog meer te beseffen van verdomme, ik win hier de Ronde van Vlaanderen. Hè. Dat, ja, als kind af aan was dat zo iets magisch, hè? Zoiets onbereikbaars. Ik heb er ook geen spijt van, hè, dat je dat overkomen is. Nee, totaal niet. Dat is Edwig Vrolijk dat er stond en dat zijn gewoon de emoties. Dat is ook denk ik de mooie van de wielersport, hè? Dat het zo in beeld kan gebracht worden. Hè? Is je dat later nog overkomen op die manier? Nee. Nee. Ik heb ook 2 kinderen gekregen achteraf en dat was toch... Dan verwacht je dat, hè. Dat zit 9 maanden in de buik en dat werd geboren en dat is, ja, dat is er dan wel. Hè. Dat is natuurlijk ook wel emotioneel, maar dat is, ja, toch wel minder onverwacht. Hè. Ik
Als je de Ronde van Vlaanderen won, dan had je de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat is waar. Maar je was nog geen koning. Hè? Qua prestatie vind ik Paris-Roubaix iets hoger. Dat is heel vreemd. Roubaix is iets speciaals. Koning der klassiekers. Waarom? Ik ga je zeggen van Paris-Roubaix wat ik nog gezien heb. Want ik ken de koers van. Ja. Ik was zo groot en mijn broers koersten al. En ik ging mee, ik was een jaar of 10 of 12. En ik ging aan mijn wielen staan in het Bos van Valère's. Voor mijn broers. Walter en Willy die meereden. En dan moesten wij dan, mocht dat mijn gewielen binnen in de tijd, je mocht dat niet, want daar was er controle op. En dan stapte ik samen met een kameraad van mij, zo mij van Koprollen, door de bossen van Valère's. En door de bossen met een paar wielen, en dan stonden wij in het midden van het Bos van Valère's, omdat dat gevaarlijk was voor lek te rijden. En dan heb ik gezien, dat was ik 10, 12 jaar, ik zag zoiets, en dan heb ik die mannen zien passeren, Michel. En ik herinner mij dat, want ik was kort bezeten, hè. En dan zie ik Mers passeren. Zijn hoofd, jongen, zijn hoofd, dat was er. Dat was over die concentratie erover, over die steen. Godverdomme. Man, lief. En dan kijkt je wat aan je broer zit. En je broer passeert terug en dan is het allemaal grijs en grauw en modder. Jongen, dan krijg je de kippenvel. Hè. Ik krijg nog kippenvel ervan. Eigenlijk ben ik een beetje verslaafd eraan, zo'n ding. En dan dacht ik, als je daar staat, ik zeg, die koers ga ik ooit winnen. Hè. Allee, 10 jaar oud. Voor mij was dat het einde. Paris-Roubaix was voor mij het einde. Laten we beginnen bij het begin. Ja. Bos van Valère's. Na het Bos van Valère's gaat Eddy Plankaart alleen. Je moet goed zot zijn, hè? Ik was zo goed, jong. Ik was zo goed. Ja, dan was dat veel te vroeg natuurlijk, hè? Ja, Eddy had ook dagen dat gezegd van, wat doet hij nou, hè? Maar je dacht toen hij ging op dat moment, want die valt nog van zichzelf terug. Normaal wel, hè? Normaal moet je wel verwachten dat je zegt van, die gaan we wel terugkomen, hè? En de vraag natuurlijk die iedereen zich stelt, wat doet Eddy Plankaart op? Waarom gaat hij zo vroeg in de aanval? Ik was nog geen 5 kilometer weg en ja, ik had al een minuut voorsprong of zo zeker. En Walter en Post naast mij, mannelijke lief. En Post had dan stuur, ik had het nooit vergeten. En Walter van de zijkant, nu moet er wat in op mijn klein, op zijn dialect. Hè. Die moet er wat in halen. Hè. Nu moet er wat in op mijn klein, of krijg je de grachten, we rijden in de grachten. Een post tegen mij, direct terugkeren. Nee. Direct, laat mij lopen. Ploegjes tegen door de vondjes. Ik zeg, jongens. Ik zeg niet, ik zeg, door met de koers. Ik zeg, trek me niks aan, krijg met de koers. Eddy krijgt kort daarna het gezelschap van 2 medevluchters. Edwig van Hooydonk waagt ook de sprong. Een schitterende inspanning van Edwig van Hooydonk. Daar komt hij aansluiten, dames en heren. 4 leiders nu. Edwig van Hooydonk is, en kijk maar eens, niemand die dat moment wil missen. Alle fotografen op die motors, radioverslaggevers ook. Van Hooydonk had ik geen schrik. Daar had ik geen schrik van, op dat parcours niet. Waarom niet? Nee. Die kan mij niet eraf demareren. En de spurt kan hij mij niet kloppen. Ik had natuurlijk het jaar van tevoren geklopt in op de piste hierbij, op de 4e plaats. En dan denk je van ja, het zit er misschien van het jaar wel in. Na Van Hooydonk sluiten nog 2 renners aan. Van den Akker en de Canadees Steve Bauer. 3 Vlamingen dus vooraan. Plankaart, Van Hooydonk en Van Kijsbulk. Ze zouden opnieuw waar eens kunnen gaan bevestigen dat Parijs-Roubaix inderdaad een Vlaamse klassieker is. Kasseistrook nummer 2, voorlaatste kasseistrook. Het wordt dus tijd, heren, als daar nog iemand zin heeft om te gaan aanvallen. En Bauer heeft zin. Steve Bauer dus in de aanval gegaan. Voorlaatste kasseistrook. Bauer demareert. Wat doe jij? Reageert, denk ik. Bauer kon niet laten rijden, natuurlijk. Op de wiel? Ah, natuurlijk. Oh, maar Plankaart is daar. Plankaart die rijdt er toch nog lang naartoe? Ja, want hij is op verder daarnet, hè? Voilà. Dus dat is een goed teken. Ja, dat is een goed teken. Absoluut. Ja, Bauer, Plankaart. Van Hooydonk hier. Waar zit hij? Alleen in de achtervolging? Moeilijk te zien, hè? Ja. Hij gaat erbij komen. Hij gaat erbij komen. Hij moet meekomen, dat is het gemakkelijkste. Die rijdt op kop. Van Hooydonk is helemaal... Je moet niet vragen voor op kop te rijden bij Van Hooydonk. Nee, Van Hooydonk mag komen van mij, hè. Maar Bauer mag niet weg. Bauer die heeft een demarage, dus op Bauer moet je direct reageren. Bij Van Hooydonk kun je nog een seconde of 3, 4 wachten. In het park van de velodroom van Roubaix, dames en heren. Zo dadelijk komen ze hier op de wielerbaan nog 1,5 ronde te rijden dus.
Hier komen ze met z'n drieën. Nog één ronde te rijden. Nog andere renners. Iedereen komt er nog terug. Opletten, iedereen komt nog terug. We krijgen hier nog een hergroepering, dames en heren. Met Wampers voor Plankaart. Plankaart nog een man om de sprint aan te trekken. Zammer die Wampers. Hij komt en hij gaat direct op kop. En hij kijkt naar mij en hij pakt mij mee. Maar het zit niet veel meer op. Dan moet ik er wel bij zeggen. Hij rijdt misschien aan 40 per uur. Maar dat hij 50 moet rijden. De tempo is te traag. Maar goed, hij doet zijn best. Allee, nog 200 meter, nog 300 meter. Wat kan er nu nog misgaan? Maar... Ja, wat hè? Ja, ik heb toen een soort van verrassingsaanval gedaan, maar er zat niet genoeg panna's achter om gelijk een kloof te kunnen maken. Opletten voor Van Hooijdonk van ver. Van Hooijdonk met Bauer aan het wiel. En Plankaert speelt in derde positie. Ik dacht van, Plankaert gaat langs onder komen. Dus ik ging naar boven. Maar Plankaert zat van boven, dus ik pakte hem helemaal mee naar boven. Ik ga er omhoog. En ik moet over Van Hooijdonk, maar de ander is weg. En ik pak twee fietslijnen. Maar Bauer langs onder. Bauer langs onder kan Plankaert er nog over. Ik heb de laatste 20 meter met mijn ogen dichtgespeurd. Plankaert, kan hij er nog over? Wim Plankaert, de sprint. Ja, je weet niet. Was ik gewond of ik wist het niet? Een sprinter weet het nogthans doorgaans. Ja, maar dan niet. Als een spurter bent met zoveel, weet hij dat. Maar met Danny. Zoveel was het, 2 mm. Ik denk Plankaert, maar ik zie Bauer teken doen naar Plankaert 2. Bauer, Plankaert, ja. Ja, win ik niet. Ja, gewint. Daar springt er iemand van achter de balustraat. Een supporter van mij, die komt de piste opgerend. En die komt bij mij. Gewint, monsieur Ville. Gewint, Eddy, gewint, monsieur Ville. Het heeft 5 minuten geduurd. 5 minuten. Dan komt het nieuws, Plankaert gewint. Eddy Plankaert wint voor Bauer. Maar dat weet de supporter van Eddy allang. Wat is dat voor een apostel? Wereldbekende de wielermiddels, Mark Rijbroek. De fameuze Mark Rijbroek. Ik zei, ben met zoveel. Kon die Mark zeggen. Ik zei, wel? Wie was de man die in 1977 de fameuze fiets gaf aan Maartens op de Koppenberg? Mark Rijbroek. Wie was er de man die Vlaming uitgemaakt heeft in de Ronde van Vlaanderen? Mark Rijbroek. Rosita Vlaming krijgt de Ronde van Vlaanderen. Lafort. Onbeschamelijk. Was hij een beetje jouw guru? Nee, niet helemaal niet. Hij was mijn visleverancier. Maar ja, Mark was met een visleverancier. Maar veel plezier gemaakt. Apollo gebied. Heel goed. Maar ik moet Eddy begeleiden. En ik zag dat tussenkeers. Ik moet er vader van zijn en dat begeleiden. Ik heb een dolle jaar 2 klassiekers. Wat was nu de mooiste? De mooiste? Parijs-Roubaix. Voor mij wel. Er staan 10 mensen in Roubaix in de kantine. Er staan er duizenden foto's van renners die Parijs-Roubaix gewonnen hebben. Maar er staan er 10 ergens geschreven op boven de toog. Daar sta ik bij. De Parijs-Roubaix gewonnen met het kleinste verschil. Ik zal er waarschijnlijk blijven bestaan. Hè? Want minder of 2 millimeter is een millimeter en dat zie je bijna niet meer. Hè? Dus ik heb geschiedenis geschreven in Parijs-Roubaix. Ben je nu zeker dat je gewonnen hebt toen? Zwicht! Zwicht! Zal ik er een trippel? Dat is gewoon waar, zeg. Hoe zenuwachtig was jij voor een topkoers? Ja, die Vegas Klassiekers was het al, laten we zeggen, vanaf om op het volk tot in meeprijs was voor mij de belangrijkste maanden van het jaar eigenlijk. Hè. En dat was, ja, dat was ook niet de aangename Edwig Vroning, denk ik, thuis. En voor de omgeving, dat moest alles perfect in orde zijn. Dat was, ja. Sliep je goed de weken vooraf? Nee, ook niet. Nee dat waren drama's. Allee, drama's, dat was... Vaak had ik dat ik s'nachts opstond, dat
dat ik begon te transpireren in pit en zweet en de kopkussens moeten gewoon veranderen en andere lakens liggen s'nachts om 1-2 uur van de innerlijke stress, denk ik. Want buitenaf zag niemand dat ik een gestresseerd persoon was, maar dat, ja, ik denk dat dat s'nachts... Ja. En dan ben ik gestopt met koersen, dat is nooit meer gebeurd. Dat is heel raar, ja. De winnaar van 89, en het is jou weer een beetje, want toen was het ook koud en jij stond s'avonds te huilen en daar mag je trots op zijn, want het was oprecht en het was een fantastische wedstrijd. Hoop je dat dit jaar opnieuw te kunnen doen? Je rijdt heel goed, maar er was iets met een onderdeel van een been, want in alle kranten stond iets anders. Wat is er precies aan de hand? Ja, de pees van mijn knieholte die is nog altijd lichtjes ontstoken en ik voel nog altijd wel een lichte pijn, maar ik hoop de pijn te kunnen verbijten. Je twijfelt voor de start. Ja, een twijfeler. Je knie? Ja, ik had een ontsteking op de knieholte. Dat was niet van twijfel, dat was gewoon, ja, dat deed gewoon zo pijn. Hè. Dus heb ik donderdag niet kunnen fietsen, vrijdag niet kunnen fietsen. Ja, vrijdag even een kwartier, een half uur kunnen rollen. En dan zaterdag even een uur op de weg. Een massasprinter ontdekt dat jaar dat hij meer in zijn mars heeft. Johan Museeuw. Ik had wel gehoopt om ooit een podium te behalen in de Ronde van Vlaanderen. Winnen. Nog niet, want ik had toen die periode nog niet veel gewonnen. Wel massasprints, maar het kaliber Ronde van Vlaanderen niet. Maar ik voelde wel aan dat ik explosief was op die hellingen. Dat ik altijd over had op die hellingen. En dat ik ook de afstand in de benen had. Dus ik had allemaal die elementen om te kunnen meespelen in Vlaanderens mooiste. De wedstrijd breekt open in Brakel, in de Ten Bossestraat. Hedwig van Hooijdonk gaat alleen. Hedwig van Hooijdonk in Brakel in de aanval, met Seurensen aan het wiel. Ja, de forcing nu. Is dat een ingeving of is dat vooraf gepland? Nee, dat is een ingeving. Hè. Dat is ook schoon van de wielersport. Hè. Dat is... Gewoon een ingeving van, nou gewoon demereren. Dat is gevoeld dan, ja, up, je demereert en je rijdt weg met een, dat moment een elite kopgroep. Hè. We hebben vier leiders dus. De twee Arios Theas zijn allebei mee. Dat is dus heel goed gereden van Guls en van Seurensen. En dan de man die deze ontsnapping lanceerde, zijn de Hedwig van Hooijdonk en tenslotte Johan Museeuw, die als vierde en laatste helemaal alleen de sprong waagde van de achtervolgers tot mee vooraan. Ik was niet echt iemand die op voorhand een tactiek bepaalde of een wiel uitkoos om de hele dag in dat bepaalde wiel te blijven. En ik heb dat ook dat jaar niet gedaan. Om eerst en vooral, ik wou mijn eigen wedstrijd doen. Dus ik voelde probleemloos het verhaal binnen de koers aan. Ik was, ik zeg het niet graag zelf, maar toch een meester tacticus. Ik voelde gewoon alles aan, hoe de wedstrijd ging evolueren. En meestal was dat ook wel zo. Guls, die ken jou door en door, hè? Ja, ik had van tevoren 3 jaar mee in de ploeg gezeten. Ook mijn kameraad op de kamer altijd geweest. En dan... op een moment komt Guls naast mij rijden en hij sprak wat Nederlands, ik spreek ook wat Duits. En hij zegt tegen mij van, ja, ik heb schrik voor jou de Bosberg. Ja, en dan, dat is toen, dan maak ik weer een klik in mijn kop van, verdomme, die heb schrik voor mij. En dan krijg je weer zo'n hoop zelfvertrouwen overwinnen en dat je zegt van, ja, ik demereer terug volgens de Bosberg. Hè. Dat zijn van die kleine dingetjes in dat moment dat ik dat maak. Hè. Dus het verschil tussen winst en verlies waarschijnlijk. Hè. Van Hooijdonk die gaat aanvallen. Aanval van Van Hooijdonk en Guls inderdaad die reageert. Seurensen kan niet meer. Museeuw klampt aan. En Seurensen hoopt in zijn eigen tempo naar boven te rijden, maar dat is te laag. Ik heb nog geprobeerd om mee te gaan met Van Hooijdonk, maar ik moest me gewoon neerplaatsen. En Van Hooijdonk kon gewoon van beneden tot boven recht staan op de trappers en hij was weg. Schitterend nummer, precies op dezelfde plaats. Ongelooflijk, hier de ander die zakken niet in. Dat is indrukwekkend. Dat
kan ik niet ontkennen. In elk geval, iedereen wist waar het ging gebeuren. Met Van Hooijdonk. Maar ja, als je er niet kan bij aansluiten, dan kan je niet. Heb je dan het gevoel van ik maak ze af, punt? Ja, dat je dan boven komt, dan heb ik wel een beter gevoel dan, dan in 89. Hè. Je komt boven, je trekt hem buitenblad en je gooit er van achter op een 12. En, en dan heb je wel het gevoel van mij is het niet meer terug. Hè. Je hebt het al eens meegemaakt, maar ik denk dat je nu, als je onder die rode vod komt en je hebt een geruststellende voorsprong, dat je meer kunt genieten. Ja, dat is wel een feit. Hè? Ja. Het was ook zo raar. Zo. Het was zo... Ja, het was precies... 89 was zo heel onverwacht. Zo. En dat was in 99 voor mij persoonlijk niet zo onverwacht. Zo. Een bevestiging. Ja, ja. Maar je bent het ermee eens dat de manier waarop imposanter was... Ja, maar sportief gezien is 91 natuurlijk wel een trap genoeger dan 89. Ja. Je had in 89 nog tranen, nu blijkt dat niet meer zo te zijn. Hè? Ja, ik weet ook niet wat dat komt. Toen begon ik spontaan te huilen, ja, en vandaag niet. Ik weet ook niet wat dat komt. Dus niet wat meer rijpere Van Hooijdonk, maar ook een krachtigere Van Hooijdonk. Ja, ik denk het wel. Ik ben nu dit jaar al heel regelmatig geweest. En dat is toch voornaamste, denk ik. Ik was toen 24 jaar. Ik had twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dan denk je van ja, daar komen er nog mistes. Er was een Parijs-Roubaix bij komen, dan zal er wel eens, nog wel eens een Ronde van Vlaanderen bij komen. Of ja, van andere mooie, hele mooie wedstrijden. Hè. Maar dat was, ja, echt dat gezien was het. Is het vanaf toen alleen maar bergaf gegaan. Hè. Tweede, dat is de meest ondankbare plaats eigenlijk. Wat, welk gevoel overheerst eigenlijk Johan Museum? Ja, ik ben wel een klein beetje ontgoocheld. Als we gingen met 4 naar de sprint komen, ging het als we wel een grote kans hebben. Ik heb misschien iets te veel gereden op de sprint, maar ik was gewoon vandaag te sterk. Ik was tevreden en goed gevoel. En dat pas later, als je thuis begint te komen, dan begin je te beseffen. Tja, als ik tweede word, dan kan ik ook wel winnen. Ik zou zeggen, die dag dat ik de eerste maal tweede word in mijn klassieker, dat heb ik beseft. Dat wordt mijn wedstrijd voor de komende jaren. Het is duidelijk dat Museeuw de voorbije jaren zijn ogen goed te kost gegeven heeft. In Brakel gaat het richting Ten Bossestraat. Eddy Plankaert zit nu op de commentatorstoel. Ja, Van Hooijdonk is er ook eens weggereden. En dat gaat hij terug proberen, ja, Van Hooijdonk. Dus... Nee, toch niet. Er was iemand die wilde proberen. Vooraan is het Museeuw. Museeuw demareert. Museeuw, met Frans, ja, Maassen. Die ging daar toen ook zeer goed mee met Van Hooijdonk. Frans dus Museeuw Maassen. En nu? En dan gebeurt er niks meer. Heb je daar volgens plan een demarrage geplaatst? Ik plande nooit op voorhand. Je moet gewoon aanvoelen binnen een wedstrijd, naarmate de wedstrijd evolueert. Dit is het moment, hier val ik aan. Daar draaien ze af naar de muur. Probeer je maar af te rijden op de muur? Ik heb geprobeerd, maar dat lukte niet. Ik kon er hem zeker niet afrijden. Ik heb al geprobeerd, ja. Maassen heeft toch moeite. Ja. Maassen heeft Museeuw geeft hier de beste indruk, inderdaad. Museeuw, en die gaat weg. Die gaat proberen. Toch niet. En als Maassen nu de afwachtende houding gaat aannemen, ja, dan is het voor Museeuw natuurlijk ook een blok aan zijn been. Maassen is niet happig om mee te werken. Mag hij niet, wil hij niet. Jan Raas, die toen sportdirecteur was, die zei onmiddellijk niet rijden. En Maassen reed dan ook niet meer.
Ja. Wacht, je rijdt niet meer op kop. Dus ja, ze komen terug. Ja, zie je. En een wegwerpgebaar een beetje van Boucher, ja, die dus zegt, ja, kom. Vervelend natuurlijk. Zie je Globus, hè? Museo is rapper. Op dat moment. Dus ja, je hoeft niet te wachten. Je hoeft niet mee te rijden met Museo. Op dat moment. Maar ja, nog. Hè. Ik zat dan toch, ik had toch twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus ook logisch dat hij zegt van, hou de benen maar stil. Dat ik nog aankom, dan kunnen we de koers opnieuw terug. Hè. Ik heb toen beslist om door te gaan tot de Meerbeke. Omdat ik zelf zeker was. Ik kende de Maassen vrij goed en ik wist van mezelf, met twee na de meet in een topdag mag Maassen geen probleem zijn. Laatste kilometer. En Maassen aan het wielen. Maassen die komt niet meer op kop, denk ik. Die gaat het niet meer. Johan, wat gaat er nu in om in Johan Museeuw? Ik dacht ook dat ik met twee man naar de meet geen enkele wedstrijd verloren heb. Zeker ben je maar aan de meet, maar ik was overtuigd. 300 meter. Museeuw. Maas en Maas die trekt zich op gang nu in het midden van de weg. Maas en Museeuw. Museeuw komt erover. Museeuw, Maas die nog aandringt. Maar nee hoor, die gaat nog niet schakelen, maar dat is te laat. Museeuw wint de Ronde van Vlaanderen voor Frans Maas. Johan Museeuw wint de Ronde van Vlaanderen, inderdaad. En daar is hij dan, de eerste Ronde van Vlaanderen. Komt daar dan dat besef al als je over de streep rijdt of is dat voor later? Het besef van te winnen heb je pas als je in je eigen wagen start en met de familie naar huis toekeert en in alle rust weg van media. Daar heb ik dan zin in een pak friet. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een pak friet langs de weg gekocht en toen heb ik beseft van hier staat de Ronde van Vlaanderen winnaar met een pak friet in zijn handen. Hoe relatief het ook is. Hoe relatief het ook is. En voor die mensen van het Fritkot was het wel super dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de god of de koning van de dag, je zit dan een week aan een stuk of weken aan een stuk, overal waar je gaat, word je herkend, ben je de man van Vlaanderen. Moest je die zak frieten dan betalen of werd jou die geschonken? Ik heb ze betaald, ja. Van Hooijdonk komt die dag als zevende over de streep. Is dat een kantelmoment? Ja, dat ligt niet. Hè. Dat was niet alleen in de Ronde van Vlaanderen, maar was ook in al die semi-klassiekers dat je toch voelt van, gebeurt hier allemaal. Maar intrinsiek, op je natuurlijke waarde kan dat niet, want je bent 26. Nee, helemaal kan dat niet. Hè. Beste jaren moeten nog komen, hè, dat je 26 jaar bent en je zit dan al over een top. Ja, dat is natuurlijk niet echt normaal. Hè. Jij hebt je twijfels al geuit aan de microfoon na de Brabantse pijl van 94. Ja. Wist jij toen in 94 van het bestaan van EPO af? Ja, dat heb je toen wel overgeklapt in het peloton. Hè. Ja. Ja. En jij deed niet mee? Nee, hè. Nee, ik vond dat niet eerlijk. Dat was mijn sport al gewist. Goed eten, goed slapen, goed trainen. En op een naturele manier een koers winnen. Allee, ik kan me eigenlijk niet inbeelden dat je een Ronde van Vlaanderen wint en je gaat dan en je zit vol EPO, vol groeihormoon, testosteron. Het gaat niet alleen over EPO op dat moment. Dat je dan een warm opsteekt. Dat staan echt wat te winnen op het podium. Dat kennen we mij niet. Hoe lang heb je daarover gedaan om dat te aanvaarden? Of niet langer te aanvaarden? Nee, dat nooit niet. Ik kan het nog altijd niet aanvaarden. Dat is nou, ik praat er nog nooit niet over. Of zo, maar ik ben er al nog kwaad om. Zo. Hetgeen wat ze me toen die moment hebben afgepakt, qua eerlijst, financieel, dat geld, dat kan in mijn leven. Maar gewoon die eerlijst, dat ze me afgepakt hebben, daar ben ik al nog kwaad om. Zo. Ja. De ronde van 94 wordt beslist in de sprint.
Valerini, Museu, Cmil en Bugno. Wat moet er nu gaan gebeuren? Opletten. Museu wint. Mijn favoriet. Zeker aan het. Kan niet meer mislopen. De laatste 500 meter. Ideale positie. Met Bugno in vierde positie. Pas op van Bugno. Met Cmil. Pas op van Bugno. Bugno, de sprint wordt van ver al een beetje gelanceerd opleggen. Want Bugno gaat daar. Valerini, Cmil. Ja, Museu. En Museu nu aan de linkerkant. Maar laat hem niet afsluiten. Het is gebeurd, vrees ik. Ik denk dat hij daar niet meer over komt. Museu komt daar niet meer over. Museu wil toch nog met een laatste letter. Hoe gaat hij er nog komen? Nee. Bugno die wint voor Museu, Cmil en Ballerini. Je zei niet zeker, want hij was ook niet zeker. En ik ook niet. En dan gaan mensen gaan dromen en vertellen. Je wint. Ga de fotofinish maar gaan opvragen. Dat heb ik ook gedaan, maar fotofinish was duidelijk. Ik zou niet durven zeggen hoeveel het was. Het was minder dan een millimeter, absoluut. Hoe kon de snelle Museu deze spurt verliezen? Dender Windeke, met z'n vieren. Jij neemt binnenkant bocht, je schuift naast Ballerini en je zegt hem iets in het oor. Wat zeg je hem? Ik vraag hem als hij voor mij de sprint wil aangaan. Waar hij onmiddellijk zie op antwoordt. Ik spreek hem een bedrag toe en hij zei onmiddellijk zie. Want... Welk bedrag was dat? Dat was voor mij een hoog bedrag. Spreken we dan over ruim een miljoen in die periode? Een miljoen vind ik voor die prestatie te veel. Ballerini wist op voorhand dat hij niet de sprint kon winnen. Jij gaat ervan uit dat hij het tempo gaat optrekken en hij blijft eigenlijk gewoon zijn tempo rijden. Wel, ik roep enkele keren zie, dus om de sprint aan te gaan. En dat moment dat ik zie blijf roepen, houdt hij de pedalen stil. En op dat moment kom ik al in de positie te zitten dat ik al verloren ben. Op dat moment gaat Bugno al aan en schuift Ballerini gewoon mee in zijn zog. En ik raak ingesloten. Dus ik moest mij gewoon langs de buitenkant laten afzakken en helemaal rondgaan. Het is mooi om dat te vertellen nu, maar het is een overwinning die weg was. En het was een les achteraf, vooral voor mezelf, om nooit meer mensen te gaan betrouwen. Hij heeft jou geflikt, Ballerini. Voor mij een C is nog altijd een ja. En een ja is voor mij een contract dat getekend. En blijkbaar is een C of een ja bij Italianen niet hetzelfde als voor ons een ja. Want hij had een akkoord met Bugno ook. Dus dat is altijd het probleem van mensen die gehoord hebben. Die gaan meestal in zee met verschillende. En als het ene paard dan verzinkt, dan hebben ze nog een ander paard. Ben je daar kapot van geweest? Ik was er kapot van, ja, maar... Die dag heb ik gewoon ook veel bijgeleerd. Het is op me ook nooit meer overkomen. Omdat je toch wel iets scherper bent in professionele afspraken. Het draait altijd om geld en om roem. En geld en roem zijn heel gevaarlijk. In de finale van Parijs-Roubaix 94 vechten André Cmil en Johan Museu kilometers lang een duel uit. 8 seconden wordt gemeld. Nee, dat was meer er net hoor. Het was meer. 5:10 ongeveer hadden wij opgemeten. Museu rijdt die dag op een wel zeer bijzonder tuig van Bianchi. Een damesfiets die met suspension zat. Dus voorend veer en ook tussenin een verende beweging. In het frame? In het frame. Ik was overtuigd van die fiets, want uiteindelijk was het iets heel speciaal. Ja, kleine 7 seconden. Museu heeft er een secondje afgeknepen. Cmil zal denken, hij mag er niet bij komen. En Museu zal toch een keer denken, ik moet er naartoe. Ik
moet hem krijgen. We hebben de fiets 60 kilometer getest op de laatste stroken van Roubaix, maar alleen op de kasseien. En Schmil nog altijd aan de leiding. Johan Museeuw is nog niet bij hem gekomen. En dat verschil is nog altijd hetzelfde. Ja, nog altijd 6 à 7 seconden. Dus het blijft een enorm boeiende strijd. Een strijd voor elke seconde. Geen mechanieker, niemand van binnen in de ploeg die denkt Roubaix is ook 200 kilometer gewoon weg. Elke bocht dat je aangaat of accelereert na een bocht, haalt de fiets in. Met het probleem of het nadeel dan dat je 200 kilometer verloren energie hebt verspild. 29 seconden wordt daar aangegeven. Oh la 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 la. Ik denk dat ze hem niet meer gaan zien. Nee, dan is het gedaan. Ja, pech voor Museeuw ook nog. Opgelet. Ja, geraakt daar niet uit de voet haken. Ja, de wagen gaat vallen. Hij gaat omvallen. Mechanicien is net op tijd daar. En hij gaat, kijk, hij zit klem in die voeten. Jongens toch, geraakt jongens, daar niet hoe uit. Mogelijk. Jongens. Dat is een andere daar. Daar is Patrick Lefevre nu ook, zit klem in de pedalen er nu pas uit. Kan ook van vermoeidheid zijn dat hij een andere fiets gaat, een gewone fiets nemen nu, ja. Dus een gewone fiets. Nog even opletten, kushandjes gooien. Ja, zijn gloriedag. We gaan meteen de chrono indrukken, al heeft dat verschil nu niet zoveel belang meer. Schmil was gewoon die dag supersterk. Hij was die dag top. Ik was die dag ook top, maar ik had geen topfiets zonder mij. Een Flandriaan gaat ook strijden ten onder. Een Flandriaan moet niet altijd winnen. Een Flandriaan mag ook verliezen. En mensen houden ook van Flandriaans die verliezen, maar die dan achteraf harder terugslaan. En daarom word je een Flandriaan genoemd. Veertig kilometer van de aankomst rijdt Fabio Baldato alleen op kop. Eén man besluit in de tegenaanval te gaan. En krijgt net als voor van Museeuw. Ja, inderdaad, Museeuw. Als de rest hier komt aansluiten, wil Museeuw graag alleen. En dan dicht je de kloof op Baldato. Kom je aansluiten juist voor de muur. Dan bekijk je Baldato even. Naar het lichaam, naar de benen, naar het gezicht. En zie je, het beste is eraf. Ik ga demareren op de muur. Maar nu gaat hij versnellen, Johan Museeuw. Kijk, daar moet het gebeuren. Johan Museeuw nu, de sprint. Maar Baldato klampt aan, hoor. Baldato, ja, moet eraf. En nu komt dat moeilijke stuk en dan hebben we die kapelmuur nog. Ja, Baldato heeft je. Museeuw, allez. Doorgaan nu. Alles eruit persen, Johan Museeuw. Ja, en Baldato is eraf. Ja. Hij is eraf. Ja, hij is eraf. Ik ben daar met een grote versnelling van beneden tot boven aangegaan en die versnelling kunnen houden. Zelfs nog aan het café Hemelrijk, bij het rechts opdraaien naar de kapel, kon ik nog een versnelling plaatsen. Misschien was dat ooit de rapste muur van mezelf. Ben je boven op de kapelmuur zegenzeker? Zegenzeker niet, maar je weet wel, er had veel moeten gebeuren om mij nog terug te krijgen. Dat wel. Gestormd naar Meerbeke toe. Het kan niet snel genoeg gaan voor u. Als je 45 rijdt, dan wil je 48 rijden. Dus je gaat echt op de limiet, door de limiet, door die mensenzee toe. Tot het moment dat je rechts indraait. Hij gaat aan de laatste kilometer te beginnen. Johan Museeuw, nog 1 kilometer. Op weg naar zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Dus voor mij is het mooiste moment die paar meters voor de finishlijn. Hoe ga ik mijn armen in de lucht steken? Zo, zo, kaarsrecht, in ingeving.
En het moment stopt over de meet, dan word je opgeslort. Ik heb geen veel talent, maar niet het talent van Merckx of van Roger de Vlaming of van Greg LeMond of van die grote. Ik sta je daar juist onder. Ik moet gewoon een superdag hebben en dan ben ik gelijkwaardig aan die mensen. Ja, en ik blijf ook bij die stelling. Ik had talent, zeker, anders had ik nooit dat palmarès bij elkaar gereden, wat ik heb gedaan. Maar ik weet wel dat ik er enorm moest voor knokken en voor vechten. En jaar in, jaar uit, zomer en winter. En dat er bij mij passie was om dat telkens te doen. En die dagen dat ik top was, dat ik mij echt goed voorbereid had, dan kon ik een wedstrijd rijden zoals onze vorige kampioen.